Ja, Leroy, een verschil tussen de eerste en de tweede helft, denk ik, of niet? Ja, toch wel. Al vond ik dat na de goal was ook wel, waren de fases dat we beter gingen spelen. Dat we wat kansen kregen, maar zeker in de tweede helft hebben we laten zien dat we goed kunnen voetballen. Vertel me even wat er gebeurt. Je krijgt al heel vroeg een tegendoelpunt. Ja. Wat ging er door je heen? Ja, super vroeg, veel te vroeg weer. Volgens mij de vierde minuut. Dat is mentaal, want je weet hoe de vorige wedstrijd ging. Dat begon ook vroeg. En dat is wat we natuurlijk niet willen, maar we waren daarna gewoon scherp. En bleef hopen op een resultaat en werk voor een resultaat. Je zegt hè, wat de vorige wedstrijd gebeurde, na die 1-0 in Almelo, toen ging het ook heel snel. Mm. En nu moest je mentaal er tegen vechten, zeg maar. Ja. Hoe ging dat? Ja, je moet het gewoon doen. We hebben het al eerder meegemaakt. Het is niet wat we willen. Doelstelling is belangrijk in de fase waar wij zitten, dus iedereen moest gewoon scherp blijven. En dan vecht je je eigenlijk twee keer terug, hè? Ja. Want ze komen nog op 3-1. Wij maken ook nog 3-2. Dacht je stiekem, er zit echt meer in? Ja, niet eens stiekem. Iedereen ging voor het resultaat. Je zag ook op het einde, we hadden vertrouwen in dat we konden scoren. Iedereen naar voren en waren niet bang, dus het was niet eens stiekem. Kijken dan enigszins, ondanks dat je 0 punten hebt, positief terug, omdat je weet wat de anderen hebben gedaan, zoals RKC? Toch wel moeilijk voor mij. De anderen hebben verloren, maar we hadden hier echt een stap kunnen zetten, dus dat voelt altijd wel een beetje bitter. Hoe is de sfeer in de kleedkamer? Toch wel gelaten? Of? Ja, iedereen is wel teleurgesteld dat we er niet meer uit hebben gehaald, dat we iets te makkelijk een paar goals tegenkregen. Dus dat is nu zeker gelaten, ja. Nog niet vreugd of iets. Hoe kijk jij terug naar je eigen spel? Want de backs waren heel bepalend in het aanvallen. Ja, dat klopt. Ik kwam vaak mee naar voren. Derek kwam heel vaak mee naar voren. Assist van Derek, dus dat is goed. We zetten de aanvallers aan het werk en zo moet het. Je weet dat er nou drie wedstrijden, lastige reeks. Hoe is het met de druk? Ja, hoe is het met de druk? Volgens mij wel goed. Iedereen weet al een tijdje wat er op het spel staat. 3 wedstrijden. Het moet gebeuren, dus druk. De druk is er sowieso, maar ik denk dat we daar goed mee omgaan als team.